En weer een nieuw programma van De Straat op de Haagse Markt natuurlijk. Deze keer gaan we het vragen over waarom het verboden wordt om parkeerkaartjes door te geven. U weet het wel, als je nog een uurtje over hebt en er komt een auto van, dan zeg je hier, joh, je kaartje, blijf maar even staan, klasse. Dat mag niet meer, dat is verboden. Omdat je kaartje, wat je geeft aan de mensen, dan heb je daar geen belasting over betaald of zo. We gaan het vragen aan de mensen hier op de markt. Het wordt verboden als u geparkeerd bent en je hebt een kaartje gekocht, weet je. Om dan het kaartje, wat nog over is, en die zal er nog een uurtje op hebben staan, dan mag je dat niet aan een ander geven. Oh. Dat wordt tegenwoordig verboden. Wat vind je daarvan? Nou, dat vind ik dus echt bullshit. Waarom? Waarvoor iets wat je zelf betaald hebt, dat mag je toch doorgeven? Nou, hun zeggen namelijk, de gemeente dan, of de regering, weet ik het, die zeggen namelijk van ja, maar jij hebt betaald voor je kaartje. Ja. En die man of vrouw aan wie het kaartje geeft. Die hebt er niks voor betaald, nee, zo reageren hun. Ze zeggen het goed, ik heb betaald, dus ik maak haar wat ik ermee doe. Zo, nou, ik ben afgelucht. Ik ben helemaal afgelucht. En je hebt me gelijk ook. Ja. Oké, okay. Hey, hartstikke bedankt, hè. Doeg. Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar als je tegenwoordig je auto parkeert. Ja. En je gooit er geld in voor het kaartje. Ja. En je hebt nog een uurtje over. Ja. En omdat je gauw al klaar bent. Hij komt er aan of ik kom er aan. En dan mag je niet meer het kaartje overgeven aan een ander. Wat vind je daarvan? Een beetje onzin, toch? Ja, ik vind het een beetje onzin. Ja. Je mag tegenwoordig niks meer. Nee, maar het is, hun denken dan zo van, we dreigen, ja, maar jij hebt het betaald. Ja. En dan geef je het kaartje aan mij. En ja. Ik heb het niet betaald. Zo reageren hun. Ja, ze willen eigenlijk meer geld verdienen eigenlijk, lijkt mij. Ja, dat is het wel. Als je nog kijk, je kaartje is dus ongeldig. Ja, ze willen gewoon meer geld verdienen. We zullen twee keer verdienen. Eigenlijk, lijkt mij. Dus, gewoon bullshit. Gewoon bullshit. Bullshit, in de camera. Allebei tegelijk. 1, 2, 3. Bullshit. Dankjewel. En nou is er pas in het nieuws dat de gemeente heeft gezegd dat als je geparkeerd hebt en je hebt een kaartje gekocht, en dan ben je sneller klaar dan je dacht. En dan geef je het kaartje waar nog een uurtje op staat, aan mij bijvoorbeeld, of aan een ander. Ja. Dat wordt verboden, dat mag niet meer. Wat vind je ervan? Ik vind het wel jammer, want dat weet ik altijd. Ja, ik heb betaald, het is betaald voor de plaats. Ja, maar hun zeggen dan van, mensen de gemeente die zegt dan van, ja, maar u hebt wel betaald en degene aan wie je het kaartje geeft, die hebt niet betaald. Dus, missen inkomsten. Ja, weet je wat de gemeente dan moet doen? Die moet dan het systeem van brikken in gaan voeren en niet bijvoorbeeld dus laten Nijmegen €7,10 laten afrekenen voor een hele dag en een nacht. Gewoon per half uur. Gewoon betalen wat voor je staat. Ja, wat u zei net, hè? Die brik of zo, of die parkmobiel of zo. Ja. Dat is per minuut toch? Per seconde toch? Dat gaat precies op. Als je weggaat, dan zet je hem uit. Ja, precies. Dan moet je even goed op denken, maar je betaalt alleen maar zolang als je geparkeerd hebt. En je kan hem niet doorgeven? Nee. Nee, maar goed, als je weggaat, dan betaal je niet meer, weet je? Dan stopt maar, het dus. Maar dat was de vraag niet. Vind je het belachelijk of vind je het niet belachelijk dat ze... Nou, ik ben er geen voorstander van. Nee. Maar ik vind wel dat je je kaars aan een ander moet geven. Ja, ik bedoel, er is al voor betaald en zo wordt er gewoon constant dubbel betaald. En dat, de zuinigheid in de nek. Duidelijk. Eerlijk duurt het langs om rijk te worden. Ja, oké. Hey, dames, fijne dag. Ja, dank je. Oké, doei. Zo. Dank je. We hebben weer een slachtoffer gevonden op de Haagse Markt die even wat wil vertellen. Het gaat hier om. De gemeente die gaat bekeuringen uitdelen aan mensen die parkeerkaartjes doorgeven, zeg maar. Die eigenlijk zo'n uurtje eerder weggaan. En u komt net aanrijden en dan geef je dat kaartje en zegt hier, joh, gaan we een uurtje staan. Dat mag niet meer. Als u dat niet krijgt, een bekeuring van de gemeente. Wat vindt u dat dan? Nou, ik vind persoonlijk net zoals een telefoonkaart, dat je toch waar je voor betaald hebt, moet je gewoon gebruiken. In principe. En als het eigenlijk dan, je kan verwachten dus dat het kaartje dan toch afloopt, dus dan zijn ze toch strafbaar. Want je weet, dan red je dat uur net niet en dan ben je toch strafbaar. Maar in principe vind ik het toch net als een beeldtegoed, dat je toch zegt van, nou het is een beetje moeilijk. Ja nee, maar ik, het is zo, u hebt voor het kaartje betaald hè? Ja. En zeg maar tot 1 uur. Ja. En om 12 uur ben ik klaar en gaat u weg. Dus normaal gooi ik het kaartje weg, dan kom ik aanrijden met mijn auto. Geef u mij dat kaartje, zeg joh, kun je nog een uurtje staan? Ja, ja. Dat wordt dan verboden. En daar krijgen we een bekeuring voor. Dan krijgt u een bekeuring omdat u mij dat kaartje geeft. Dat vind ik flauwekul, want dat vind ik gewoon geld kloppen. Dat ergens waar je voor betaald moet je ook krijgen, vind ik persoonlijk. Ja.
Dus het is heel simpel. Het is net zoals met beeldengoed. Daar zijn ze ook mee bezig geweest. En, ja, en dit lijkt er een klein beetje op. Ja, oké, dus onzin. Ik vind het, waar je voor betaald moet je krijgen. Oké, helemaal goed. Duidelijk. Dank u wel. Oké, jij?